Deze ananas en deze rivier hebben meer gemeen dan jij misschien zou denken. De Nijl, de Rijn of de Amazone. Allemaal bekende rivieren die waarschijnlijk wel een belletje doen rinkelen. Maar niet alleen op de continenten, ook hoger in de lucht komen rivieren voor. Dit noemen we atmosferische rivieren. Atmosferische rivieren ontstaan in de tropen boven warm zeewater. De energie van de zon zorgt voor veel verdamping en al dat vocht komt als waterdamp in de atmosfeer terecht. De Pineapple Express is een bekend voorbeeld van een atmosferische rivier. In dit geval is de warme en vochtige lucht afkomstig van de wateren rondom Hawaii en dit stroomt vervolgens richting hogere breedtegraden. Op Hawaii groeien veel ananassen en de bekende Pizza Hawaii heeft zijn naam ook hieraan te danken. De exacte koers van de Pineapple Express hangt af van de luchtdrukverdeling. Met een krachtig hoge drukgebied boven de Golf van Alaska steekt een aflandige wind op en de Pineapple Express wordt als het ware afgebogen. Wanneer de positie van die hoge en lage drukgebieden verschuift, dan wordt de weg richting het noorden vrijgemaakt voor de atmosferische rivier. Het is eigenlijk te vergelijken met een tandwieleffect. Om een lage drukgebied heen gaat de stroming tegen de klok in, maar met een hoge drukgebied juist met de klok mee. Met die specifieke luchtdrukverdeling in combinatie met de straalstroom gaat de Pineapple Express op weg richting de westkust van de Verenigde Staten en Canada. Eenmaal boven land zorgt de Pineapple Express voor enorme neerslaghoeveelheden. In de bergen valt een flink pak sneeuw. In 1862 regende het maar liefst 45 dagen aan één gesloten. In 2017 viel in de Sierra Nevada in Californië zo'n 20 meter sneeuw. En recent kwam het ook 2 keer in 1 jaar tot noodweer door de Pineapple Express. Toch zijn er ook voordelen van dit weersverschijnsel. Denk bijvoorbeeld aan de drinkwatervoorziening en de landbouw. In Californië komt maar liefst 50% van al het regenwater door atmosferische rivieren. Het uitblijven ervan kan dan ook extreme droogte veroorzaken. Weermodellen spelen een grote rol bij het monitoren en voorspellen van atmosferische rivieren. De computerberekeningen geven een verwachting van de neerslaghoeveelheden en ook waar de meeste impact verwacht kan worden. En voor de impact is zelfs een speciale schaal ontworpen. Die loopt van 1 tot 5, waarbij 5 voor extreme overlast staat. En dit wordt gebruikt om op tijd maatregelen te treffen. Denk bijvoorbeeld aan stuwdammen en waterkeringen die al die overvloedige regenval moeten gaan opvangen. Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat het verloop van atmosferische rivieren grilliger wordt door klimaatverandering. De westkust van Canada en de Verenigde Staten gaat dan ook vaker te maken krijgen met extreem weer door de Pineapple Express. Wil je meer weten over wereldwijde weersverschijnselen? Abonneer je dan even op ons kanaal, dan eet ik ondertussen mijn Pizza Hawaii op. Wie had dat gedacht?